Deze beschouwing die gaat over vrijwillige castratie. En die is naar aanleiding van een video die ik dacht via een van de kijkeraars was ik erop gekomen. Ik weet niet meer precies welke link dat was. Ik vond het verschrikkelijk om het aan te zien. Ja, eigenlijk moet ik hem dus opzoeken, maar daar heb ik dus ook geen zin in. Ja, misschien dat ik dat doe, dat ik hem er toch bij haal. Ik zal het in het kort samenvatten. Waar die film over ging. Punt 1, het is een film gemaakt door amateurs. Dat komt dus niet van een, het is niet een Hollywood film of zo. En die film die gaat dan in op het transgenderisme en plaatst dat in een historische context. Nou, vandaar vrijwillige castratie. Daar komt het op neer. Maar voordat ik daar verder over inga, twee dingen. Ik pak even mijn thee erbij. En misschien dat jullie dat ook even moeten doen. Dat zal alweer een uurtje gaan duren. We nemen er de tijd voor, hoor. Ik vind dat jij dat ook moet doen. Dan moet je maar een moment verzinnen waarop je naar deze beschouwingen luistert. Ik sprak een vriend van mij, die belde mij op. En die bleek naar mij te luisteren. Toen ging ik, oh, toevallig. En die zei van, ja, dan doe ik op internet doe ik een spelletje. Weet ik veel, Candy Crush of zo. En dan luister ik onderwijl naar jou. Ja, goed idee. Iedereen heeft toch wel tijd op een dag dat je toch helemaal niks wilt doen. En je zit achterover. Of je bent aan het eten koken of je bent aan het afwassen. Ja. Ja, dat is dus het ene. Neem je tijd ervoor. Neem je tijd in je eigen leven ook. Hè? En het tweede is waar ik even bij stil wil staan, is dat het grote CO2-experiment, dat begint meer en meer vorm te krijgen. De kans wordt reëler dat het ook echt gaat plaatsvinden. En dan gaan we geschiedenis schrijven. The Dutch did it again. En dan kan Greta Thunberg, die kan janken naar huis. Hou we daar in jouwe. Ja, dag meisje, ga maar lekker spelen met je grote teentje. Hou we daar in jouwtje. Nee, het grote CO2-experiment. De linkjes staan onder deze uitzending. En zelf zou ik zeggen, je kan zelf gaan beluisteren. Je kan ook, en dat zeg ik ook in die linkjes, iemand anders zien te enthousiasmeren om daarna te gaan luisteren. Want ik ga dat niet in mijn eentje doen. Punt 1, dat zou ik heel erg gek vinden. Ja, gezien het feit dat ik al, ik ben 60 en ja, hallo. En ik zie mijn rol meer als degene die, ik ga het plan schrijven. Daar ga ik dus nu mee beginnen. Ik heb in die eerdere uitzendingen gezegd van als ik bijval krijg, ga ik het plan uitschrijven. Daar ben ik vandaag mee begonnen. Ik heb een documentje aangemaakt en de eerste regels staan erin. Zinnen dan, hè? Eerste zinnen staan erin. En ik ga elke dag ga ik er een stukje in toevoegen. En ik ga er ook tekeningen bij maken, bouwtekeningen van hoe moet het eruit komen te zien. Niets aan het toeval overlaten, dat iedereen het goed kan begrijpen. En dat het een experiment wordt waar mensen geen speld tussen kunnen krijgen. Het experiment moet zo onbetwistbaar zijn dat mensen alleen kunnen zeggen van ja, ja, het, het,
Het werkt dus op kleine schaal merk je het effect niet. Maar op grote schaal is het, werkt het wel. Huh? Dus zoiets als je maakt een koekje. En dat smaakt echt helemaal nergens naar. En dan zegt iemand van ja, het komt omdat je er eentje hebt gemakerd. Maar als je er nou 1000 maakt, dan zijn die koekjes wel heel lekker. Ja, dat is dus onzin. Hè? Want dat is namelijk het enige wat ze er tegenin kunnen brengen. Voor de rest zullen we het precies zo doen zoals het is in de natuur. Met echt zonlicht. En echte buitenlucht. En echte koolstofdioxide. Precies zoals het in de natuur ook is. Zonder toegevoegde middelen. Maar goed, dat wordt dus hartstikke leuk. En als ik er al 2 heb, dan... En eentje daarvan die is ook wel bereid om daar een centje voor over te maken. En dat is mooi, want het gaat geld kosten. Dat staat vast. Ook niet heel veel hoor. Het zal wel blijken hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. Anyway, terug naar deze beschouwing. Kijk, in die YouTube-film die ik zag, daarin werd gezegd dat in de Bijbel melding wordt gedaan van tempelprostituees. En dat dat dan gaat ook, of met name, om gecastreerde mannen. Nou, ik zou zeggen, ga er even bij zitten. Ja, ik was geschokt toen ik die video had gezien. Ik was daadwerkelijk geschokt. Want die transgender agenda, waarvan ik dus zeg dat dit fenomeen dat wordt aangeslingerd. Iemand heeft daar kennelijk baat bij. En die slingert dat aan. Of iemand, niet één persoon, maar een bepaalde groep met een bepaalde gedachte. En die vinden dat het moet. En die maken de mensen in hun omgeving helemaal gek. Zodat mannen op grote schaal zich gaan laten castreren. Ja, ja. En in de Bijbel staat dus... Of in de Bijbel wordt verteld dat er dus tempels zijn waar mensen werken, tussen aanhalingstekens, maar die werken daar als prostituee. En die hebben dat vak gekozen nadat ze zich hebben laten castreren. Of ze hebben eerst dat vak gekozen, toen hebben ze het een tijdje gedaan en toen dachten ze, nou, en nu ga ik het dan voor het echt. En dan laat ik mij dus eerst castreren, want dan ben ik extra veel meer bijzonderder. En dat die castratie van zo iemand, dat plaatsvindt in het kader van een ritueel. En dan gaat die film dus verder met de bewering dat castreren om die reden, dus om jezelf te prostitueren als zogenaamd een vrouw, dat heden ten dagen ook voorkomt. En dan gaan ze beweren dat er atleten zijn die meedoen aan de vrouwencompetitie, terwijl het helemaal geen vrouwen zijn. Het zijn gecastreerde mannen. En een aantal voorbeelden waarmee ze komen in die film. Ja, ik ga hem denk ik toch maar opzoeken. Ik ben het eigenlijk wel verplicht aan jullie. Maar een aantal voorbeelden waar ze mee komen, daarvan denk ik van ja, nou je het zegt. Als ik kijk naar het lichaam van die atleet, dan denk ik,
dat ik kijk naar het lichaam van een man. En je kan zien dat hij geen bobbel in de broek heeft. Maar dat kan heel goed komen van het feit dat die man gecastreerd is. En dat plaatst dan ook die transgender agenda plotseling in een heel ander daglicht. Bij Jurk Liesman, daar is een serie te bekijken en die heet De Gender Agenda. En een van de eerste afleveringen van die serie, die gaat over Amanda Leah. Een Engelstalige popartiest, waarvan ik altijd heb gedacht dat het een dame was. Maar dat was helemaal geen dame. Dat was een gecastreerde man. En dat is dan niet zozeer omdat iemand zich een vrouw voelt, maar omdat het vrouw zijn meer waarde heeft. Namelijk omdat de hoogste macht in dat geloofssysteem, dat is een vrouw. Tja. Ik heb die mythe van Astarte met haar kind, dat heet dan Huppeltjepup. En dan die man, dat is dan Nimrod. Kijk, dat is het. Dus het is een heidens Babylonische mythe. Ik ga hem even erbij pakken hoor. Ik hoop dat het Astarte. Astarte. En dan Nimrod. Kijk hoor. Queen of Heaven. Oké, en ze heeft dus verschillende titels. En eentje daarvan is Inanna. Die andere is Isis. Of Ishtar. En Astarte. Een andere naam voor haar is Semiramis. Het gaat over een vrouwelijke godheid. En deze in de Bijbel wordt gesproken over God. En dan is God een man. Even kijken hoor. Oh ja, het is zo. Ja, dus zijnde de zonnegod heeft Nimrod, dat is de zonnegod, zijn zonnestralen gebruikt om Semiramis te bevruchten. En dit kind was dus goddelijk ontvangen. En de naam van het kind was Tammuz. En Semiramis, die beweerde dat de reïncarnatie was van haar man Nimrod. Dus Semiramis was zowel de moeder als de vrouw van Tammuz. Zo zit het in elkaar. Het lijkt best veel op het verhaal van onze Heer Christus,
die geboren is uit een maagd. De Maria heeft, zijn moeder, geen seks gehad. Die was plotseling ineens zwanger. Ah, die was zwanger van God, van de Heilige Geest, zeggen we dan. Niet van de zonnestralen. Maar voor de rest lijkt het er veel op. Er zitten al wel een paar pikante verschilletjes tussen. Namelijk dat Nimrod, dat, die was dus al dus de zonnegod. Dat is een zonneverereringssysteem. En je ziet het dus terug in de katholieke kerk met die Maria-verering. Dus die Maria-verering in de katholieke kerk is de verering die ze dan in Babylon hadden van Semiramis. Of Semiramis. Ja, iets wat je dat, gewoon in het Bijbelse, als je een bijbelgelovende christen bent zoals ik, dan doe je er helemaal niet aan. Je neemt het voor waar aan dat Christus geboren is zonder dat er seks was. Dat het niet ging om een mens, maar dat het ging om een, ja, het was wel, hij zag eruit als een mens, het was wel een mens, maar het was tevens God. Dus Jezus is de zoon van God. En niet de zoon van Maria of van Jozef. Dat zegt het Nieuwe Testament. En toen Jezus stierf bij die kruisiging, was hij helemaal niet dood. En zelfs heden ten dagen, zo zegt het christendom, leeft Jezus. En zal hij terugkomen, ook nog een keer. Ja, dat is het christendom. En onze God, de Vader die in de hemelen zijt, dat is dus een man. En in het christendom kom je dus ook geen gekke dingen tegen, zoals transgenderisme. Homoseksualiteit wordt wel genoemd, en wat er natuurlijk mee te maken heeft. Maar dan wordt het genoemd in het kader van dat homoseksuele neigingen, dat is de straf die God oplegt aan een samenleving die goddeloos is. Het is een straf van God. Zo zegt Paulus dat. Ik kan hem er even bij pakken. Dit is een brief van Paulus aan de Romeinen. Een eerste hoofdstuk. Even kijken waar. Ik neem maar lekker de tijd. Hè. Kijk, we zitten nou in het begin van de hoofdstuk 1. Kijk hoor. Dan staat hij dan hier. Dan gaat dan de brief van Paulus aan de Romeinen. En dat is dan bedoeld voor de christelijke gemeenschap die in Rome verbleef. Nou, Rome is een heidense stad. Hè? Rome is het. Ja, het nieuwe Babylon. Nog steeds. Ja, Babylon is heel veel. Het is uitgebreid en gegroeid en gegroeid en gegroeid. En toen was het centrum van de ongelovigheid. En dan staat hier in vers 21.
Omdat zij, dat zijn dan die Romeinen, dus die de autochtonen, zullen we zeggen. Omdat zij, die eikels, dus God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Vers 22, zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Dat is die bevolking van Rome, die zeggen met... Die denkt, ja, dus dat is Babylon, dus met Semeritas en Semiramis of zo. Hè? En Nimrod en Tammuz. Nou, vers 23, en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. En van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. En dan staat hier vers 24. Daarom heeft God hen, dus aan die ongelovigen, die hem niet hebben verheerlijkt of gedankt, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Dus het is een straf van God. Dan kan jij zeggen, ja, maar homoseksuele seks, het is helemaal niet onteren of zo. Ik vind het gewoon lekker. Ja, het is het onteren van je lichaam. Homoseksuele mensen leven 20 tot 30 jaar korter op deze wereld. Het heeft te maken met geslachtsziekte. Wordt aangenomen en het heeft ook te maken met dat homoseksuele mensen veel meer dan de anderen genotsmiddelen gebruiken. En die combi van veel geslachtsziekte oplopen, genotsmiddelen gebruik, dat bij elkaar, dat kost je jaren van je leven. Dus als, er wordt nu schande gesproken als ouders die van hun kind te horen krijgen dat het homoseksueel door het leven zal gaan. Als ze daar dan niet blij mee zijn, dan zijn die ouders bekrompen in hun denken. Je vindt het als ouder niet leuk als je van je kind te horen krijgt dat het gaat kiezen voor een levensstijl waarvan jij weet dat het jaren van je leven gaat kosten. Of beter gezegd, je hoort liever van je kind dat het aan het roken is geslagen dan dat het seks heeft met mensen van hetzelfde geslacht. Snap je? Want roken, ja, wat kost het je nou van je leven? Hè? 2 jaar of zo. En bij homoseksualiteit is dat een stuk meer. 20 tot 30 jaar. Dat scheelt een factor 10. En dan die vrijwillige castratie. Waar die film het dan allemaal over had. Man. Ja, dat van die atleten. Ik had al eerder iemand heel kritisch zien doen in een YouTube-filmpje over die twee zussen die heel goed kunnen tennissen. Die zusjes Williams, Serena of Sheena. En die andere heet Jessica of zo. Nou, als je kijkt naar de lichamen van die zogenaamde vrouwen, ja, dan... Ja, dan moet je dus even je vooroordeel opzij zetten. En ik vond dat ik... Ja, toen ik ernaar ging kijken, dacht ik van ja...
Je hebt natuurlijk vrouwen die een tamelijk mannelijk postuur hebben. En het is nogal opvallend bij deze tennissterren. En ook eentje, er is een Amerikaanse royalty-verslaggever. Joan Summers, of zo. Die had het over Michelle Obama. Even kijken wat ik kan vinden, Obama. En dan Tranny. Ze heet dat Joan, ik dacht Summers of zo. Ja, oh nee, Rivers, sorry. Joan Rivers. Is dat filmpje er ook dan? Rivers. Ik heb het gezien hoor, dat zij heel kort antwoord gaf op iemand zijn vraag. En iemand vroeg zich af, hoe lang gaat het duren voordat er een transgender in het Witte Huis zit? En zij zei, hoe lang het gaat het duren? Het is nu al. Even kijken, voor mij heb ik hem hier. Nou, ik denk niet dat je dit goed kan horen, maar ik zal dit linkje opslaan. Dan zal ik ook die andere zakken bijpakken. En zij zegt dus dat Barack Obama een homoseksuele man is en dat Michelle Obama een transseksueel is. En zij, Joan Rivers, is vlak na deze uitspraak overleden. En dat is vreemd. Ja, je overlijdt niet zomaar. En er was ook wat hoor, dat met haar overlijden, dat er iets, ja, er waren dingen die klopten niet. Kan zijn dat ze vergiftigd is. En Barack Obama heeft een aantal keren, toen hij het had over Michelle Obama, had hij het niet over Michelle, maar had hij het over Michael. Ik moet ook even bijpakken, kijken of ik die kan vinden. Die heb ik eens even terug. Die er ook staat. Zou ik die ook mooi toevoegen. Dus dan Obama calls Michelle. Michael. Video's. Oh, ja, 25 seconden. Dat zal misschien wel zijn. Men and women of the finest military in the world. Most of all. Even kijken hoor. Michael en I, dat zegt hij het. Ja, het zal er niet, hè? Nou, het zal er wel. Ik denk dat die film
Over die transgender agenda met die gecastreerde mensen. Ik denk dat die film op waarheid berust. En dat we het dus hier hebben over de uitvloeiselen van Babylon. En dan gingen ze nog een stapje verder, want Donald Trump, die heeft een dochter en die heet Ivanka. En is dat wel een vrouw? Of is dat een gecastreerde man? Ja, dan zak je helemaal van je stoel, mag ik afnemen, mag ik aannemen. En als je van die celebrity foto's ziet van Ivanka Trump, ja, dan ziet die persoon er heel mooi en vrouwelijk uit. Maar met make-up en een pruik kom je een heel eind, hè? En die mensen hebben zo bizar veel geld, dat is alles is te betalen. Door Donald Trump, hij heeft zo'n hele hairdo. Maar die man die heeft ontzettend dun haar. En hoe die aan die hairdo komt, volgens mij gaat die man, nou ja, volgens mij als die man wakker wordt, dan gaat hij douchen en dan gaat hij lekker ontbijteren. En ja, dan gaat hij zich misschien wel aankleden. En dan komt de kapper bij hem langs. En dan gaat de kapper die gaat zijn haar doen. En als hij dan helemaal klaar is, dan zegt hij oké, bedankt. En als hij die dag een speech moet houden, dan gaat de kapper die gaat mee in de Air Force One. Om ervoor te zorgen dat daar waar hij arriveert, dat zijn haar weer helemaal goed zit. Dat haar van Donald Trump, dat wordt in elkaar geflanst. En wij denken maar van, oh, het zit zijn haar toch goed. Ja, vind je het gek? Dagelijkse kappersverzorging. Nou, dat kan met zijn dochter dus ook zo het geval zijn. Waarom niet? Ik denk dat dat kan. En dat zou dus betekenen dat Donald Trump een hele gevaarlijke president is. Want als jij je zoon laat castreren en door het leven laat gaan als Ivanka, met als idee dat we dat doen vanuit onze religieuze overtuiging, dan is Donald Trump een regelrechte satanist. En het is dan wel in één keer duidelijk waarom meneer Trump dan zo'n aanhanger is van die man met die muts en die pantoffels uit het Vaticaanstad. Ook wel bekend onder de titel de Heilige Vader. Die man van de Maria-verering. De man van Babylon versie 2.0. Snap je? Daarom was ik geschokt. En je hoopt dan toch stiekem dat iemand als Donald Trump, dat die dan, ja, dat het allemaal niet zo erg is en dat het met Amerika misschien wat beter gaat. Maar dat is denk ik helemaal niet zo. Het gaat eng slecht met Amerika. En dan met ons ook, hè? Maar wij gaan mee omlaag, jongen. Ja, het is met een mooie boel. Dus heb ik nou genoemd, hè, die atleten? Nou, daar zeg ik echt van, hoor. Want dat, ik denk, dat zijn gecastreerde mannen. Dat zijn tempelprostituees.
En wat dan vroeger de tempelprostituees waren, hè? Dus de nieuwe vorm daarvan. Die mannen, die castreerden zichzelf ook wel eens. Dat was dan helemaal, dan hoorde je er helemaal bij. Als je je eigen castratie deed. Kan je het je voorstellen? Dan moet je wel wat pijn kunnen verdragen. En ook, dat je gaat er enorm van bloeden. En dat bloeden, dat werd ook gezien als een heilig moment. Zo van, misschien wel dat ze de vergelijking trokken met dat een vrouw, als ze ongesteld is, dat ze ook gaat bloeden. En jij gaat dan als man, omdat je vrouw wil worden, ga je ook heel erg bloeden. Maar dan op je eigen manier. Maar je bloedt wel. Heel morbide. En we weten zeker door de Bijbel dat het in die dagen gebeurde. En die vrijwillige castratie. En dat het gebeurde in het kader van een heidens geloof. Toen was het. En we weten ook dat het heidense geloof niet weg is gegaan. Want het heeft zich, nou, het heeft plaatsgenomen in Vaticaan, wat nu Vaticaanstad is. En het is lekker doorgegaan. Dat weten we ook. En dus is het niet zo raar als dat idee met die tempelprostituanten, nee, prostituees moet je zeggen, dat dat ook doorgegaan is. En dat iemand als Donald Trump in het kader van die beweging tegen zijn zoon heeft gezegd van, wat dacht jij ervan om het handeltje, hè? En dan ga jij meespelen in het grote orkest, maar dan op een niveautje hoger. Want die mannen in die tijden van Babylon, die zich lieten castreren of het zelf deden, dat was een stap zetten op de maatschappelijke ladder. En plaats je dat dan naast die transgender agenda die er nu is. Als een kind zegt van, ik voel me een meisje. Dan gelijk iedereen, dat kan terecht niet hoor. Ja, dan heb jij dus het verkeerde lichaam. Nou, dan moeten we het lichaam aan gaan passen. Dat is toch ook raar, hè? Je hebt een discrepantie tussen de manier waarop jij je voelt, je geestelijke aanwezigheid, en hoe je lichaam eruit ziet. Dat is dan niet te verenigen volgens jou. En dan gaan we er voor het gemak maar vanuit dat dat te verhelpen is door het lichaam aan te passen aan de gedachten. Ja. Waarom zou je de gedachten niet aan moeten passen? Waarom zou je tegen zo'n kind niet moeten zeggen van, wat lul je nou? Letterlijk dan, tegen zo'n jongen die dan zegt dat hij een meisje is. Van, wat lul je nou? Je hebt toch een lul? Wat zeik je nou? Hoezo wil je graag denk je dat je meisje bent? Is het zijn van een meisje, is dat iets wat jij, waarvan jij denkt dat het beter is dan het zijn van hoe je bent, namelijk een jongen? Wat denk je ermee te winnen door een meisje te gaan zijn? Is een jongen zijn niet goed genoeg voor je? Zo kan je er ook tegenaan kijken. Maar dat gebeurt nu niet. Als kinderen hinten in die richting, dan komen er allemaal mensen bij die zeggen, nou, maar dan moet je wel naar luisteren en dat kind wel ruimte bieden, dat het gehoor kan geven aan zijn wat? Aan zijn idioterie?
Kan je ook tegenwoordig dan zeggen van ja, ik eigenlijk heb ik de geest van iemand met een hele donkere huid. Ik ben eigenlijk een neger. Ja, doordat ik blank ben, dan kan ik niet als neger door het leven. Dus ik wil een soort veranderende operatie. Zo, dan moet je ingespoten worden met melanine of zoiets. Want Michael Jackson had in principe zoiets. Hè? Die liet zich toch blanker maken? Die wilde niet meer zo donker zijn qua huid. Michael Jackson ook een tragisch geval. Er zijn mensen die zijn niet gelukkig. En dat er dan zo makkelijk gedaan wordt over van nou, dan gaan we gewoon amputeren. Nou, dat is niet fijn. Dus waarom zou dat fijn zijn? Mij lijkt dat niet fijn. Maar het ergste, meest schokkende vond ik nog dat kind van Donald Trump, die Ivanka, dat die dan geboren een jongetje was. En zich heeft laten kastreren. Voor het hogere doel. Ja, dan is Donald Trump dus echt helemaal niet te waarderen, niet te vertrouwen. En niet te waarderen, dat was, zou ik bijna zeggen, maar ook niet te vertrouwen. Dan is het einde zoek. En ik zag dus vorige week op internet dat Donald Trump op bezoek is geweest bij de paus. En nou, toen dacht ik ook al, jeetje. Wat loopt die gozer nou weer te doen? Dat is toch niet cool? Lijkt mij. Dat hoor je niet te doen. Je hoort het helemaal niet te doen en je hoort het zeker niet te doen als je een politieke leider bent. De politieke leiding die zou zich niet moeten onderwerpen aan de paus. Ik dacht dat we dat een hele tijd geleden al hadden afgesproken, maar kennelijk heeft iemand gedacht dat het niet meer zo is en dat voortaan toch weer iedere politieke leider onder de paus staat. Walgelijk vind ik dat. Ja, dat vind ik maar. Ik ga op zoek naar dat linkje van die video die mij zo aan het denken heeft gezet. En dan zal ik die eronder zetten als ik deze ga uploaden. Over de vrijwillige castratie. Ja? Nou, kunnen jullie lekker door gaan kijken. En voor mij zit dat erop. Het is een zondagavond, ik ga lekker slapen. En tegen jullie zeg ik, op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.